allemaal. Hoi. We gaan vanmiddag terug naar Nederland, maar niet voordat we een slijmsmoothie hebben gemaakt met al het slijm wat de meiden hier in Amerika gemaakt hebben. De vraag die het meest gesteld wordt, nemen jullie dit slijm mee terug naar Nederland? Nee, natuurlijk niet. Ten eerste is het heel zwaar en ten tweede denk ik ook niet dat het mag. We hebben hier kinderen in het hotel ontmoet, die willen heel graag onze slijmsmoothie hebben, dus die gaan we straks nog geven. Oké, meiden, hier gaan we mee beginnen. Ik zei 5 liter slijm in de video, 5 liter Amerikaans slijm, maar een gallon is geen 5 liter, maar nou, rond de 4 liter. Oeh, dit wordt heel lekker. Alsnog heel veel slijm, mooi slijm. Waar hebben we dit mee gekleurd? Ik heb het gemaakt met mijn dochter van 12, met jou toch? Ja, met verf. En ik was bang dat het niet genoeg zou zijn, maar het is echt een mooie kleur geworden. Ik vind het bijna jammer om dit weg te geven. Ja, dat snap ik. Maar het kan gewoon echt niet. Ik snap dat je dit graag zelf zou willen houden, want het ziet er nog heel mooi uit. Plak niet, hè, volgens mij. Nee. Nou, wordt tijd om er iets bij te doen. Het eerste potje slijm, roze. Weet je nog wie dat gemaakt heeft? Ik met Model Magic. Oké, nou, ik is mijn dochter van 12, die nu ik zeg. Kan jij het erin doen dan? Nee, hoeft niet. Dus wat je ziet van links, de hand van links is mijn dochter van 14 en de hand van rechts is mijn dochter van 12. Hij is wel hard. Het is wel mooi slijm. Dank je. Model Magic. Dat is meestal mijn favoriete slijm. Omdat het niet plakt. Even scherp gesteld op het slijm zelf. Dan is het paarse slijm wat donkerder. Kan ik het erbij doen? Ja, doe het er maar bij. Plok. En dan... Is dit het volgende slijm? Dit is witte lijn met staflo en dan die balletjes die we hadden gekocht. Ja, en balletjes. Het is hier glossy en ik vind het wel leuk. Het is wel plakkerig, maar... Nou, doe het er maar bij. De kleur is mooi. Blok. En dan hebben we... Dit slijm. Oh. Hebben we dat gemaakt of gekocht? Dat hebben we gekocht bij de Dollar Store. Oké. En dat kan je ook wel voelen dat het van de Dollar Store komt, want het is... Heel hard. Haal het er eens uit. Het is putty. Het is slijm. Wacht. Op de verpakking zegt ze dat het slijm is. Ja. Maar het is putty. Het is heel stevig. En het is heel stevig. Ik vind het wel stretchy hoor. Nou ja, nu inmiddels niet meer. Nee, het lijkt wel rubber. Ja, het is net rubber. Maar oké. Zo. En dan zie ik hier mooi glitterslijm. Dit is van de 3 kleuren slijm challenge. Oh ja, dat was heel mooi gelukt, hè? Ja, ik ga een stukje bewaren. Nou, in de koffer kan je wel in een bakje, een afgesloten bakje, in een zakje, een stukje meenemen. Slijm in een bakje, in een zakje, in een koffer. Ja, slijm in een bakje, in een zakje, in de koffer. En dat kan dan beter andersom. Slijm in een zakje, in een bakje en dan in een koffer. Nee, niet in een zakje. Dan krijg je heel lastig uit. Nee. Oké. Nou, ik ben benieuwd wat de meneer van de douane dan zegt, als hij dit tegenkomt. Oh, hij is wel heel mooi, hoor. Ja. Echt prachtig. Wauw. Dit is mijn favoriet van de vakantie. Maar dit ziet er ook heel mooi uit. Heb jij dat gemaakt? Dit heb ik gemaakt. Het is een beetje clear. Als je goed... Oh ja. Ja, en er zitten een paar verdwaalde balletjes in. Maar dat komt omdat ik met heel veel slijm tegelijk speel, zeg maar. Echt heel mooi deze, hoor. Wow. Heb je dat gemaakt met een clear, zo'n clear slijm van Elmers? Ja. En dan, Kijk. Wat heb je erbij gedaan? Tide. Wasmiddel. Wasmiddel, ja. Ja, voel maar. Wow. Dit voelt echt lekker. Thank you. Ik vind hem heel erg mooi. Ik ook. Ik ook. Ik vind het jammer dat hij weggaat. Doe dan eens een stukje apart. Nee, ik ga geen slijm in de koffer doen. Ik ga geen slijm in een zakje in de koffer. Oké, nou doe er maar bij. Next. Dit zijn 2 soorten slijm die ik bij elkaar heb gedaan omdat ik een bakje nodig had voor de 3 Color Slime Challenge. Ja, en dit ziet er heel cool uit. Ja, en die glitters zijn heel mooi, maar ik vind ze werkelijk overal. Ja, ze zijn een beetje statisch. Dat blauwe slijm, is dat van jou? Daar in het hoekje? Nee, dat is... Nee, hier, wat in dat bakje zit. Wie heeft dat gemaakt dan? Die is ook heel mooi. Mijn zusje. Kijk, dat is lichtpaars. Ik had mijn zusje had heel hard slijm gemaakt. Heel hard slijm gemaakt. Oh, hard slijm gemaakt, ja. Ja. En toen had ik het met water. Had ik het zacht gemaakt. Nou, die kleine meid is ook wakker. Wil je even bijkomen? Ja. Zeg maar, hoi, ik ben wakker. Hoi, ik ben wakker. Ja, heerlijk uitgeslapen. Nou, doe er maar bij. Heb je mooi gemaakt hoor, deze. Dank je. Is dat je favoriete slijm van de vakantie? Nee, hè? Nee. Die komt nog.
Volgens mij is dit ook de Three Color Slime Challenge. Ja. Three Color Lime Challenge. Lijm. Geen idee. Three Color Lime Slime Challenge. Maar het voelt heel lekker. Ja, je was een beetje... Ziet er heel dik uit. Een beetje teleurgesteld over je keuzes lijm. Want ja, je kon het natuurlijk niet zien. Ja, keuzes. Had een blinddoek. Ja, geen keuze was het. Maar is het wel echt mooi geworden? Het is mooi geworden. Beetje... En er zitten weer glitters in. Ja, het zit al gelijk op de bodem. Een beetje plakkerig. Klein beetje. Het komt omdat het heel warm is. Ja, misschien moeten we de airco... Oh nee, als we de airco aandoen, dan hoor je dat zo in de video. Ja. En welk slijm is dit? Volgens mij het slijm van mijn zusje. Ziet er mooi uit. Had ik weer gefixt voor haar. Want had ik weer gefixt voor haar? Ja, in het andere hotel. Het is nog steeds een beetje hard, maar... Het ziet in ieder geval mooi uit met die glitters. Ja. Dus doe er maar bij, geef je een mooi kleureffect. En zijn we er dan al, dames? Nee. Wat hebben we nog meer? En dan heb ik hier de Three Color Lime Slime Challenge van mijn dochtertje van 7. Haal het er maar uit. Het is een beetje plakkerig. Paars, blauw, ja, het is een beetje plakkerig, want het is inderdaad lukt het? Heel warm op de kamer. Je lijkt net een kat zo. Maar, ik vind hem mooi hoor. Ik ook. En denk in combinatie met alles. We hebben veel paars, roze en blauw. Ja. Eigenlijk alleen maar. Gelukkig hebben we ook nog een beetje van dat turquoise erbij voor de kleur. En links dan helemaal roze. Ik zie daar witte bolletjes, laat maar zien. Dat ziet er ook heel mooi uit. Weet ik. Bolletjes met glittertjes er doorheen. Wauw. Die is mooi. Dit is mijn mooie flow. Die hebben we ook laten zien in de schoolbord. Verfpakket wat we hebben uitgeprobeerd van Nickelodeon. De helft ga ik bewaren hoor. Dat mag. Oh wacht, ik heb nog een stukje. Die mag hierbij zitten. Oh, ik krijg een blik van mijn jongste dochter. Want die had ook een stukje willen bewaren, klopt dat? Ja. Ja, dan pakken we er weer mocht uit. Mocht dat, kan dat? Kan dat? Okay. Nou, kijk eens. Aardig stuk nog. Yay. In een bakje, dit in een zakje, in de koffer. Dit is mijn favoriet. En doe het er maar bij. Het laatste slijm wat er nu bij gaat is schoolbord slijm. Ja. Dat hebben we opgetekend. Dat kwam uit een pakket van Nickelodeon. En ik heb er geen geverf meer bij. Ja. Ik heb er geen geverf meer bij gedaan. Wow. Want ik vond het. Ja. Ik gebruikte het toch niet echt. Nee, maar je zusje wil nog wel een keertje erop verven. Maar gelukkig hebben we dat nog... Dat doen we dan hierop. Ja, we hebben genoeg over. Wat, hoe vind jij dat voelen? Want zij vindt het niet zo... Anders. Ik vond het wel lekker. Nou, doe het er maar bij. Want dan gaan we mengen. We moeten over een klein uurtje de kamer af op weg naar het vliegveld. Mag ik? Ja. Wow. Dit voelt heel raar. Het ziet er mooi uit hoor. Ik vind het blauwe mooi. En die bolletjes, met dat, bedoel je dat? Met dat turquoise, jouw lievelingsslijm van mijn dochter van 12. Toen was het stil. Nou, volgens mij wil je ze dus ook even mengen. Ja. Ga je gang. Oké, meiden, meng al het slijm maar door elkaar. En dan kijken we wel waarmee we uitkomen. Ik denk met paars slijm. Ik denk het ook. Ik denk blauw-paars. En inderdaad, het is mooi paars slijm geworden. En niet eens alles met balletjes. Erin gemengd. Met balletjes. Het ziet er prachtig uit, meiden. Echt, die kids zullen hartstikke blij zijn hier dat ze dit krijgen. En dan is het voor ons nu wel hoog tijd om deze video af te sluiten. We hopen dat jullie dit een leuke video vonden. Voor nu, bedankt hier voor het kijken. En tot de volgende keer. Dag! En wat komen we nu nog tegen na het maken van de Amerikaanse slime smoothie? Het slijm wat mijn dochter heeft gemaakt met hulp van haar Instagram volgers. Nou helaas, dit slijm zit er niet bij. En we gaan het ook niet meenemen naar Nederland. Het is vrij stevig geworden. Maar ik wil het nog wel even laten zien. Want ik weet zeker dat er gevraagd wordt, waar is dat slijm gebleven? Nou, hier dus op het aanrecht.